Voor nostalgie is nauwelijks plaats meer op onze volgende bestemming. Want na Cranmore is het nu eindelijk tijd voor het einddoel van de reis. De metropool Londen. Toch heeft dit traject van Chippenham naar Paddington Station in Londen een historisch karakter. Het was van origine voor de Great Western Railway Company het meest prominente deel van de route Bristol-London. Het spoor is aangelegd onder supervisie van ene Isambard Kingdom Bunnell, die zijn tijd ver vooruit was. Het spoor was van zeer degelijke makelij en vormde uiteindelijk een goede basis voor de intercity-treinen die er vandaag de dag met zo'n 120 mijl per uur overheen razen. In zijn tijd reden de treinen beslist niet sneller dan zo'n 30, 40 mijl. Het traject naar Londen is ook de culinaire afsluiting van de reis. Die wordt bekroond met een extra smakelijk vruchtendessert. Tijdens het uitbuiken in het panoramarijtuig wordt nog eens duidelijk welke schoonheden dit deel van Groot-Brittannië biedt. Ook nu weer dient het dilemma zich aan. Genieten we van het ongestoord lezen van een krant of tijdschrift, of dromen we weg terwijl we gedachteloos naar het voorbijtrekkende landschap staren? Het is een mooie afsluiting van een bijzondere trip in een bijzondere trein. Die stopt in een bijzonder station. Paddington Station werd gebouwd in 1854 omdat het station van Londen toen uit zijn jasje groeide. Ook hier was het ontwerp van Isambard Kingdom Bunnell. Hij gaf het nieuwe station een overkapping van meer dan 300 meter. In die tijd was dat een unicum. En Paddington Station is nog steeds bijzonder. Want waar maak je het mee dat je na aankomst op het station de taxi's al in slagorde ziet staan op het perron? Zoiets is waarschijnlijk alleen daar mogelijk. Een bezoek aan Londen biedt vele mogelijkheden. Te veel eigenlijk voor een kort bezoek. Wij kozen voor Trafalgar Square, waar het standbeeld staat van Lord Nelson, de grootste zeeheld uit de maritieme geschiedenis van Groot-Brittannië. Als het gaat om monumentale bouwwerken, is de House of Parliament aan het slot van deze reis eveneens het bekijken waard. Wie in Londen is, kan niet voorbijgaan aan een boottochtje over de Theems. Vanaf de boot genieten we van het typisch Londens silhouet.